Na 2 jaar bouw is het dan eindelijk zo goed als klaar. Hotel A7. 155 hotelkamers, restaurants, vergaderruimtes, casino en bioscoop in één. Het is alleen nog wel even doorpakken. Ja, ik vind eigenlijk als je de trap afkomt van de bar, Bar de Compagnie, loop je naar beneden en dan zeker 's avonds heb je zo'n wijds uitzicht over de, ja, eigenlijk over de polder, over de hele regio. Dus als het, de zon er mooi ondergaat, dan is het ja, echt perfect. Ja, dat ga je je gasten ook geven. Dat gaan we de gasten ook geven, ja. Dat is, het wordt ja, echt een totaal uitgaansconcept. Een bioscoop, een casino, natuurlijk het hotel, de restaurants, een bar, koffiecorner. Dus ja, we kunnen de gasten alles bieden en ook een heel mooi plaatje van de omgeving. Ja, dan ben je super trots natuurlijk als je hier naar binnen loopt. Gisteren hoorde ik van een dame dat het een beetje on-Nederlands was. Dat is het natuurlijk ook wel. Het is erg, ja, erg majesteus. Ja, ik denk dat het echt een perfecte locatie is. We hebben geen 13e verdieping, want dat brengt ongeluk. Dus we hebben 12e en 14e. Amerikaanse gasten vooral zijn heel erg bijgelovig. Is het druk aan het asfalteren beneden? Het wordt wel... Dat wordt wel erg gaaf. Uniek voor Noord-Holland is zeker de combinatie van hotel met bioscoop en een casino. Ja, wel een beetje het lot uit de loterij. Absoluut. Ik denk dat dit uniek is. Ik denk ook dat het de grootste vestiging is in Noord-Holland. 1000 vierkante meter gelijkvloers. We hebben de allernieuwste roulette. Met extra schermen daarboven met spelinformatie. Dat is uniek in Nederland op dit moment. Ja, en daarnaast gaan we cashless play doen. Dat betekent dat zonder muntjes gespeeld wordt. Dat is ook een innovatie, dus geen muntjes meer inwerpen, alles via een betaalkaart, dus dat is ook al helemaal anonu. Je kunt alles onder één dak vinden. En ja, we kunnen ook dingen combineren als bijvoorbeeld een ladies night, je gaat eerst naar de film en daarna nog even in het casino. Wellicht met een overnachting bij Van der Valk, dus het wordt een beetje Las Vegas op de Blauwe Berg, denk ik. Ja. Hoewel de deuren nog niet eens open zijn, wordt er al volop gekeken naar de toekomst. Dit is het zwembad, de sauna's en de fitness. Nu nog niet, over een maandje wel. Anderhalf. Ja, daar hebben mensen ook een prachtig uitzicht natuurlijk over horen. Markermeer. In eerste instantie is het natuurlijk het belangrijkste dat we nu open gaan. Dat alles goed en soepel draait. Maar in de toekomst hebben wij in ieder geval wel als Van der Valk... het idee om mee te denken over activiteiten voor Hoorn, maar ook voor de regio West-Friesland. De mensen zijn, die ik gesproken heb, ja, die zijn allemaal heel erg enthousiast en die heel erg benieuwd om de eerste keer binnen te komen. Dus we moeten vanaf dag 1 gewoon heel erg goed doen. Het mag niet meer fout gaan. Ik ben heel benieuwd als iedereen hier binnenkomt wat ze ervan vinden.